In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Sandy. Zij werd zwanger door seksueel misbruik. Ik begin met een paar dilemma's. Wel of geen abortus? Geen. Zelf opvoeden of afstaan? Zelf opvoeden. Wel of nog niet genieten van seks? Wel. Angst of schaamte? Beide. Wel of geen therapie? Wel. Wanneer begon het seksuele misbruik? Nou, echt het begin was op mijn 11e. En toen zaten we in een vakantiehuisje en mijn moeder die hield ons een beetje bij mijn vader weg. Dus ik zag hem echt als vaderfiguur een beetje. Want dat was je stiefvader dus? Ja, mijn stiefvader. Toen echt op mijn 12e is het echt ook gewoon echt qua seks begonnen. Het was dus je stiefvader, dus het was gewoon in een thuis situatie. Ja. Wat heb je eigenlijk nog, broertjes of zusjes? Ik heb een zus en daar is hetzelfde bij gebeurd. En die heeft ook een kindje ervan. Oké. Okay. En wist jij dat? Nee, dat wist ik in het begin niet. Mijn moeder had zoiets, ik weet niet hoe en wat. En ik hield me eerlijk gezegd een beetje met mezelf bezig. Want ik uitte het op een hele andere manier. Ik werd heel ingetogen. En had zoiets van, oké, als ik het niet zeg, dan is het er ook niet. Wat zijn een beetje de dingen die hij bij je deed? Gewoon aan mijn borsten zitten. En gewoon echt fysiek ook seks. En bijvoorbeeld ook dan als ik het niet wilde of ik deed iets wat volgens hem niet goed was. Dan pakte hij mijn telefoon bijvoorbeeld af. En dan zei hij van oké, als je dit met mij niet doet, dan krijg je je telefoon terug. Dus van manipuleren tot gewoon echt het seksuele misbruik, tot aan geweld. En ook gewoon dat ik bij dingen bij hem moest doen. Alles wat je eigenlijk met een geliefde hoort te doen, dat moest ik van hem. Want wat deed je dan op het moment dat het zeg maar, dat er net iets was gebeurd? En hij ging wegliep? Douchen, omdat ik me heel vies voelde. Ja. En dan ook gewoon echt urenlang. Maar weet je nog de eerste keer dat hij een beetje iets bij je deed? Ja, heel goed nog. Ik was 11 en ik mocht vroeger gewoon altijd tussen mijn vader en mijn moeder in zitten. Gewoon in bed. En ja, het was gewoon normaal, dus ik deed dat toen ook. En toen begon het dus aan mij te zitten en ik versteeg... Terwijl je moeder ernaast zat? Ja, maar terwijl mijn moeder lag aan die kant en ik lag aan die kant. Toen begon hij dus aan mij te zitten en ik wist dat het niet goed was. Dat het gewoon... Maar ik versteeg gewoon helemaal. Omdat mijn vader deed dat niet bij mij. En het was mij wel geleerd dat dat niet hoorde. Alleen op dat moment is het gewoon van... Je krijgt zo'n gevoel over je heen van wat gebeurt er? En je weet niet wat te doen. Hoe ging dat dan op dat moment? Je krijgt gewoon een blackout. Je weet gewoon niet meer wat... Je voelt alles wel wat er gebeurt. Je krijgt het ook wel mee. Maar je kan niks meer. Weet je nog de eerste keer dat hij dus echt verder ging? Dat heb ik echt wel verdrongen. Die moment, dat wil ik me ook niet meer herinneren. Nee, snap ik. Ik kan me heel veel momenten wel herinneren. Maar dat moment, dat vergeet ik liever. Want het is echt de ergste dag van mijn leven. Die dag heeft me voor mijn leven getekend. Wat ging er door je hoofd toen je de eerste verschijnselen van je zwangerschap voelde? Nou, mijn zus was daarvoor dus net bevallen. Die had dus ook een kindje van hem. En wist jij dat nee, van hem was? Op dat moment, ja, ze had het me wel verteld. Maar en toen vroeg ze ook of het bij mij ook gebeurde. En toen had ik zoiets, nee, dat gebeurt niet. Omdat ik het niet wilde. En op een gegeven moment kreeg ik melk op mijn borsten. En ik had zoiets van, oké, dit is niet goed. Maar ik schaamde me heel erg. Omdat ik zoiets had van, dadelijk denkt iedereen dat ik mijn zus nadoe. Ja, toen zijn we naar de huisarts gegaan. En die heeft eigenlijk gewoon niet eens gekeken. Die heeft me gewoon gelijk gezegd van, het zal wel, gaan we naar de abortuskliniek. Omdat ik wilde het wel weg laten halen. Omdat ik was 13 toen ik zwanger werd. En 14 dus toen ik erachter kwam. Had je ook tegen de huisarts gezegd van het is... Nee, dat durfde ik niet. Mm. En op die momenten, ik ben er nooit open in geweest totdat ik dus 16 was. Want hoe ging dat toen naar die huisarts? En toen ben ik naar de abortuskliniek gegaan. En daar kwam ik er dus achter dat ik al 25 weken en een dag was. Er groeide gewoon echt een heel mensje in me. Dan hebben ze gezegd, je bent toch te ver, je kunt het nu niet meer weg laten halen. En vanaf dat punt ben ik het wel gewoon gaan ontarmen. Van oké, er groeit iets in mij. Dit kan er niks aan doen wat er gebeurt. En ik besefte ook nog niet helemaal van, ik wist wel dat het van hem was. Maar ik was zo overrompeld al gewoon van alles. Hoe was dat zeg maar dat voor het eerst dat je dus zo hoorde van je moet het wel houden? Ik schrok heel erg. Aan de ene kant voelde ik zoveel liefde. Omdat ik zoiets had, ik vond het heel bijzonder dat er gewoon iets in mij groeide.
Maar aan de andere kant was ik ook echt boos en vol afschuw en dat ik het niet wilde. En dat is wel gewoon echt een hele tweestrijd geweest. Omdat ik zoiets had van, oké, hey, ik kan haar niet weg laten halen. Ter adoptie ga ik niet doen. Omdat ik niet wilde dat het bewijs van als ze nu 18 zou zijn en naar mij op zoek gaat en vraagt, ja, maar waarom heb je me weggedaan? Ik wil wel gewoon dat ze weet van, oké, hey, dit is mijn moeder. Mm-hmm. En ik zou gewoon niet met het feit kunnen leven dat bewijs van ik ergens rondloop en ze langs me heen loopt en ik niet weet dat het mijn kind is. Ja. Met dat kon ik gewoon niet leven. Ja, want hoe was de zwangerschap? Het was heel intens en bijzonder. Omdat ik, ja, het was wel gewoon, je voelt wel de liefde voor je kind, want er groeit wel iets in je en je voelt de trapjes en de dingen. Maar aan de andere kant had ik ook heel veel stress. Ja, ik was 14. Ik wist bij God niet wat me overkwam. Schat. Toen was ik nog hut aan het bouwen op 19e. Ja, ik in principe ook. Ja. Alleen ja, toen moest ik in één keer me gaan voorbereiden op een bevalling. Wisten er eigenlijk mensen in je omgeving of bijvoorbeeld in het ziekenhuis dat dat kindje van je stiefvader was? Nee, dat werd eigenlijk gewoon gezegd van, het is van een ex. Dat had jij dus gelogen? Ja, ik moest dat zeggen, ja. Want ik was heel bang om haar kwijt te raken. Want was eigenlijk je stiefvader bij die bevalling? Nee, hij was niet bij de bevalling. Hij is later nou wel in het ziekenhuis geweest. En hij had haar wel in de armen. Op dat moment dat hij haar in haar armen had, voelde ik gewoon echt een leeuwin. Van, hey, blijf van mijn kind af. Maar ik durfde weer, het kwam weer dat kleine meisje dat niet durfde te vertellen. Of niet durfde te zeggen van, hey, blijf van eraf. Hoe was zeg maar toen die periode thuis? Dus na de bevalling? Toen begon het eigenlijk weer van voren af aan. Omdat ik keisnee had, ik moest gewoon rustig aan doen. En het, eigenlijk maar eenmaal toen ik was genezen, toen was het gewoon weer hup, bam. Gewoon net, hij is weer begonnen waar hij gebleven was. En op dat moment kon ik niet denken van, oké, hey, die man is gewoon gestoord. Op dat moment schoof ik de schuld in mijn schoenen. Van, je gaat ook weer een soort van in je oude patroon of zo. Ja, ik had zoiets van, ja, het zal weer aan mij liggen. Ik zou het wel weer hebben gedaan. En mijn zus, die was op een gegeven moment, die heeft mijn nichtje dan gekregen. En die was ook niet meer thuis. Die vluchtte ook voor de thuissituatie. En die is toen heel erg aan de drugs geraakt. En ik had toen altijd zoiets van, oké, hey, dat wil ik niet. Ik ga gewoon voor mijn kind zorgen. Ja. En dat heb ik daarvoor, dat is eigenlijk de enige reden dat ik altijd gewoon in die situatie ben gebleven. Voor mijn kind. Ja, want waarom ging je niet uit huis met je kind? Omdat ik mijn moeder het gezag had. Ik kon niet zomaar zeggen, hey, ik neem hem mee. Omdat ik minderjarig was. Is het soms moeilijk om van je kind te houden? Nee. Ik heb wel echt moeite met haar gehad, maar niet in de zin dat ik niet van haar hield. Je bent niet boos op haar, maar je bent boos waardoor uit zij is ontstaan. En dat is het meer. Want zij kan er niks aan doen. Of hoe uitte zich dat dan? Hoe ging je om met die frustratie? Dat ik gewoon bijvoorbeeld dat mijn moeder zei, Sandy, wil jij een flesje geven? Of Sandy, wil jij even nu eten? Of dat, zus of zo. En ik zei, nee, dat wil ik niet. En dat ik maar gewoon voor mijn eigen dingen koos. Omdat ik al heel veel van mijn jeugd had gemist, wilde ik dat ook een beetje inhalen. En eigenlijk is dat, ja, weet je, ik heb altijd wel gevraagd zorg samen met mijn moeder. Hmm. Maar ik had er niet voor gekozen. Ja. En zo heeft zich dat eigenlijk wel gewoon geuit. En dat ik haar een beetje van mij afstootte. Ik hield wel heel veel van haar en ik liet haar ook echt wel zien dat ik van die hield. Maar ik begon een beetje mijn eigen ding te doen. Wanneer besloot je om aangifte te doen tegen je stiefvader? Nou, ik heb het toen op een gegeven moment, toen ik de eerste keer, want ik heb twee keer aangifte willen doen, de eerste keer is mislukt. En bij de eerste keer heb ik het toen aan een vriendin, op dat moment mijn beste vriendin verteld. Ik sliep bij haar en toen keek ik eigenlijk zo, ik heb eigenlijk altijd eigenlijk om het tegen je vader te vertellen, want ik wil gewoon dat het stopt. En toen heb ik dat gedaan. En hij heeft mij toen ook echt heel erg goed geholpen. En hij heeft veilig thuis toch gelijk opgebeld. En we zijn toen samen naar politiebureau gegaan. En ja, op een gegeven moment, hij heeft me echt gewoon door alles heen geholpen. Want waardoor was het eigenlijk toen mislukt? Omdat mijn moeder toen zei van, als jij dit nu door gaat zetten, dan wordt alles en iedereen uit elkaar getrokken. En dat durfde ik toen niet meer. Toen bij de tweede keer, toen heb ik ook gezegd van, er kwamen twee politieagenten. Die kwamen gewoon bij mijn ex-schoonouders thuis. En die heb ik gezegd van, hey, deze melding staat, wat wil je hiermee? Toen heb ik gezegd, ik wil nu echt aangifte gaan doen, ik ben er klaar mee. Hoe voelde dat allemaal voor jou? Bevrijding. Maar ik was tegelijkertijd op dat moment zo bang. Want ik had in mijn hoofd, maar ik moet nu dadelijk nog terug naar huis. En nu, hij zit daar. Ja. Dus dan heb ik ook echt gewoon jankend aan die tafel gezeten. En heb ik gezegd, ik wil nu niet meer terug naar huis. Ik zei, ik ga nu dit doen. Ik zei, maar ik ga niet meer dat huis in. En hoe oud was je toen eigenlijk? Dus toen die 16. Tweede aangifte? 16. En hoe is dat toen met de aangifte verder gegaan?
Nou, het heeft uiteindelijk tot een gewoon aanhouding geleid. Omdat ze het konden bewijzen dat hij de biologische vader was. En toen heeft het echt een hele tijd geduurd totdat de zitting eindelijk voorkwam. En Einstad heeft die 6 jaar gekregen aan gedwongen TBS. Oké. Okay. En dat was in 2017, waarvan die Hoe al een jaar je voor bij die uitspraak? Ik vond het matig. Ik weet wel dat het gewoon het is een hoge straf wat ze gewoon hier kan krijgen. Maar ik loop er mijn hele leven lang mee. Ik heb levenslang. En dat is wel gewoon, dat gaat niet tegenop met een geldbedrag of een gevangenisstraf. Hoe heeft zeg maar alles wat er is gebeurd gewoon überhaupt effect op je liefdesleven? Nou, het is wel... ik vertrouw nooit iemand. Voor de volle 100% kan ik niet. En ik ben altijd gewoon wel alert. En bijvoorbeeld gewoon met seks nu. Ik heb nu wel geleerd van, oké, nu heb ik het uit liefde. Maar toen was het omdat het moest. Kan je er nu van genieten? Ja, nee. De ene keer gewoon wel en de andere keer niet. Omdat ik dan gewoon wel weer dingen van vroeger terugkrijg. Maar ik kan er nu wel gewoon echt zeggen stop en tot hier en niet verder. En dan leg ik het ook wel uit. Ja, want zijn er dan bepaalde dingen die je moet mijden? Of zeg je gewoon op een gegeven moment stop? Nee, op een gegeven moment gaat het gewoon niet meer. En dan komt er gewoon te veel terug. En is het al wel eens gebeurd om een soort van zorgeloos te kunnen genieten van seks? Dus dat je er niet aan denkt? Het kan wel. Maar het meerderendeels komt het wel voor dat ik gewoon... Ook al is het gewoon een klein momentje. Gewoon echt een seconde. Maar dat ik denk er wel gewoon aan. Maar ook wel bijzonder dat het je dus ook wel lukt om er niet aan te denken. Ja, dat heb ik wel gewoon echt geleerd door met mijn psycholoog erover te praten. Van wat moet ik doen als ik dit voel? En dat ik daar wel gewoon heel erg over heb gepraat. En hoe denk je überhaupt over de toekomst? Ik heb eerst zoiets van, ik wil nu gewoon voor mijn 2 kinderen gaan. En gewoon mijn huisje, boompje, beestje. En gewoon alles voor elkaar. En dan zie ik de rest wel verder. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar ons hele gesprek? Check dan onze podcast. Zo, dat was hem. Heel snel. Praise the Lord. Yes. Hey, hou jij eigenlijk liever van een gele of een rode curry? Ik lust geen braadje. Nee.